Het is natuurlijk mooi om je oude dingen terug te zien. En mijn ouders vinden het ook heel mooi, daarom maken ze altijd foto's daarvan. Ja, ik heb met bijna iedereen wel nog contact. Want volgens mij de helft of meer dan de helft speelt nog wel bij Feyenoord. Ja, hier hadden we een drieluik geworden met drie landen. Ja, daar waren we eerste geworden. Ja, ik heb twee wedstrijden gespeeld. En in totaal drie goals als het goed is. Dat was in onder 9, toen liep ik nog stage. Maar we hadden een teamfoto en een foto met twee jongens van het eerste. En ik mocht ook die foto's nemen, dus was ik heel blij mee. Dat ik met Terence Congolo en Jean-Paul Boetsel de foto mocht. Als je nou zo'n spel koopt en je ziet ineens dat je zelf in dat spel voorkomt, hoe is dat? Ja, natuurlijk fantastisch. Want je kan natuurlijk met jezelf spelen. Je vrienden of andere mensen spelen ook met jouw poppetje die op FIFA staat. Dus het is gruwelijk om dat te zien. Hij is rustig. Ja, hij weet wat hij doet. Uiteindelijk weet hij ook wat de juiste keuzes zijn. Wij zeggen ook tegen hem wat hij moet doen en wat hij niet moet doen, zeg maar. Ja, mijn vader die me elke dag heeft gebracht. Mijn broers die me helpen als ik met wat zit of met mijn huiswerk. En dat was wel heel belangrijk voor me. Ja, 2 jaar terug volgens mij zat ik al bij het eerste, maar speelde ik over wedstrijden bij Jong. Ja, mentaal was ik daar niet klaar voor en je zag ook aan mijn spel dat ik achteruit was gegaan. En ik heb mentale gesprekken gevolgd binnen Feyenoord en uiteindelijk is alles goed gegaan en ben ik weer wat mensen zeggen, de oude Ento. We willen graag winnen, houden niet echt van verliezen. En als je verliest, weet je van dat je of wordt uitgelachen of dat er gewoon iemand is die een beetje vervelend gaat doen. Ja, gewoon iemand te irriteren, dus gewoon op het veld misschien bal tegen iemand aanschieten, expres. Of iemand aantikken op zijn achterhoofd en dan wegrennen. Ja. Kijk, die screen. In de Champions League, daar droomt iedere voetballer natuurlijk van. Hoe heb jij dat beleefd? Fantastisch natuurlijk. Ik denk dat ik elke Champions League wedstrijd dat ik ben ingevallen, dat ik op bed was en dat ik echt even moest beseffen dat ik gespeeld heb, zeg maar. Denk je dat Griezmann nog wel eens zwetend wakker wordt 's nachts van jou? Denk het wel. Je hebt verlengd tot 2027. Iedereen heeft dromen voor de toekomst. Hoe ziet die van jou eruit? Volgend seizoen basisspeler proberen te worden en kampioenschap mogen meemaken met Feyenoord. Is wil ik lekker slagen bij Feyenoord en dan kijken we verder.